Welkom dames en heren bij deze update video over Rollercoaster Tycoon World, de nieuwste Rollercoaster Tycoon game van de hele franchise. En zoals je ziet is deze foto uitgelekt op de officiële Rollercoaster Tycoon website. Niet schrikken, het is niet een in-game beeld, maar het is dus een artwork. Dat wilde zeggen dat de makers hebben dit getekend, maar wel gebaseerd op het spel zelf. Er is ook een kleine blog verschenen en vanuit die blog heb ik een aantal dingen vertaald voor jullie en zal ik uitleggen in deze video. De makers van de game hebben gezegd dat de game heel erg gedetailleerd wordt. Ze gebruiken een nieuwe next-gen technologie, waardoor de game echt ontzettend realistisch aanvoelt. En ze zullen elk detail gaan gebruiken voor het spel zelf, waar ze nu dus momenteel aan bezig zijn voor de ontwikkeling. Zoals je ziet op deze foto merk je al gelijk dat de paden heel erg rond aanvoelen als je ziet onderaan. Nou, dat vond ik wel heel erg apart, want bij rollercoasters was het vaak dat je in blokjes werkt en in vierkanten. Maar aan deze artwork te zien kan je dus blijkbaar ook voor de ronde paden gaan. En ik denk dat een heel erg goede update is. Je had natuurlijk wel de custom scenery uit Rollercoaster Tycoon 3. Maar nu hoeft dat dus niet meer. Wat me ook opvalt in deze foto is dat je verschillende thema's tegenkomt. Een Amerikaans thema en een ruimtethema op de achtergrond. Natuurlijk is de hele foto vol met achtbanen waar uiteindelijk ook het spel om draait. Rollercoaster Tycoon. De makers hebben verteld dat het bouwen een stuk makkelijker gaat worden. En ik hoop dat ze ook hierbij bedoelen dat het bouwen van heuvels wat verbeterd wordt. Maar in ieder geval het draaien van attracties en het kopen en het neerzetten zal nog makkelijker gaan worden dan de vorige delen. Er zijn tot nu toe 4 thema's bekend. Het Wilde Westen, het Space thema, het Amerikaanse thema en het Piraten thema. Mensen kunnen bijvoorbeeld een pirateneiland bezoeken die je zelf hebt neergezet. Of misschien voelen ze zich wel een cowboy in een dorpje van het Wilde Westen. Als je een mix maakt van deze thema's, dan zullen de gasten ook nooit meer uit je pretpark willen. Denk bijvoorbeeld aan, Fantasialand. Hè? Die hebben ook verschillende themagebieden. En dat kan je dus ook gaan doen in je eigen pretpark, zodat het park niet eentonig wordt en een hoop variatie in zich meekrijgt. Ik hoop alleen niet dat dit de enige thema's zijn die je kan kiezen. Deze oude foto herkennen jullie natuurlijk meteen. Dit is een van de eerste screenshots die is uitgekomen van Rollercoaster Tycoon World. Maar als we even focussen op deze foto, er is namelijk een hele nieuwe in-game screenshot gekomen. Die is pas geplaatst op het internet en die komt overeen met deze foto. Ik zal je zeggen waar je op moet focussen. Kijk even links naar de ingang, naar dat gebouw met die 3 torens. En let daarbij ook even aan de rechterkant op het mannetje in de berg. Je ziet een bruin mannetje in de berg staan. En let even daarop. Zoals je ziet is dit bijna hetzelfde level. Misschien is het wel een level in Rollercoaster Tycoon. Maar dit is een screenshot vanuit het spel zelf. Zoals je ziet is dus de heuvel teruggekomen met het mannetje. En het ingangetje staat er ook. Het kan ook zijn dat dit natuurlijk 1 object is in de game die je kan neerplaatsen. Dat de berg en dat mannetje gewoon bij 1 stuk custom scenery horen. Dat zou natuurlijk ook heel erg mogelijk zijn. We zien links een achtbaan. En ja, we kunnen ook een ballonstalletje zien. En een hoddelkraampje. Zoals gewoonlijk. Rollercoaster is altijd zo leuk met die kraampjes. Dat blijft gewoon zo. En zoals je ook ziet, ziet het er ook weer fantastisch en gedetailleerd uit. Het laatste wat ik wil melden is nog fantastisch nieuws. Je kunt je gasten laten kiezen wat ze gaan doen met betrekking tot het eten. Stel je voor, je maakt een park. Dan kan je gasten kan je laten kiezen. Gaan ze een soort van McDonald's een klein, of zo'n fastfood kraampje bezoeken? Of gaan ze echt naar binnen in een heel chic restaurant? Jij bepaalt wat die mensen gaan doen. De bezoekers zullen ook reageren hoe jij een restaurant hebt ingericht. Dus hoe jij de omgeving hebt aangekleed. En ziet het er niet een beetje verlaten uit? Daar kijken de gasten naar. En hoe aantrekkelijker het restaurant eruit ziet, hoe sneller de gasten ook naar dat restaurant toekomen. Het is dus heel fantastisch dat de bezoekers nu een realistische kijk krijgen in je park. Waardoor jij ook realistisch gaat denken. En je park er ook weer realistisch uit gaat zien. Ik hoop dat dit een hoop informatie voor jullie was. Verwerk het even en dan de volgende keer komen we weer terug met een nieuwe update video. En daarin gaan we dus meer vertellen over over de technieken van de achtbanen. Maar ook hoe je de achtbanen gaat bouwen in de toekomst. Is natuurlijk al heel spannend. Want ja, Rollercoaster 3 was al heel gaaf en dat werkte al lekker.
maar kijken of ze het nu nog realistischer kunnen maken met betrekking tot de layouts. Dit was over de update video. Ik zie je hopelijk zo snel mogelijk terug. En binnenkort is er ook aangekondigd dat je de game kan pre-orderen. Dus dat moeten we zeker weten in de gaten houden. Tot de volgende keer. Doei doei!